Welkom bij Demo op dinsdag en dit keer rondom het project Troost. Hoi, ik ga ook dichterbij filmen deze keer zodat je iets beter nog kunnen zien wat ik aan het doen ben. Demo op dinsdag, 30 minuten lang om 3 uur. We gaan aan de gang met eigenlijk een heel uniek project en dat is poëzie. En dit is een co-productie rondom Troost, die ik samen met Dirk Engelhagen doe. Dirk heeft deze tekst geschreven, daarover dadelijk meer. En wij zijn eigenlijk op zoek naar wat is nou het fraaiste? Een plaatje bij een praatje, oftewel de tekst en daarnaast het beeld, zoals we dat zoveel kennen, waar illustraties en beeld elkaar versterken. Denk aan PowerPoint-presentaties, denk aan illustraties in een boek, denk aan foto's in een magazine. Het is allemaal een plaatje bij een praatje. Maar zou het een meerwaarde kunnen zijn, zoals je hier al een beetje kan zien, dat de tekst in het beeld komt? Hier zie je een schets die ik hiervoor gemaakt heb, waarin eigenlijk de vleugels de tekst zijn. Nou, daar ben ik mee bezig. En deze wordt de afsluiter van een serie van 6. We zijn 12 weken onderweg. We hebben inmiddels 4 publicaties gehad over Troost. En in die 4 publicaties zie je elke keer een schets en daarnaast de tekst van Dirk. Nou, als je dat leuk vindt, moet je even op mijn Facebookpagina kijken. AndréBikker.nl en ook op deze pagina waar je dit nu ziet, gravuur staat het, en anders op de website AndréBikker.nl. De volgende wordt al eentje die af is, waar de tekst eigenlijk in het beeld geschreven staat. Dus moet je je voorstellen dat niet zozeer de vleugel de tekst is, maar dat hier gewoon in het lege vlak een couplet staat. Dat wordt de volgende en deze gaat nog een stap verder. Nou, snelle rekenaars onder ons, die kunnen zich dan ongeveer berekenen dat ik hier nog een week of 3 voor heb om dit af te krijgen. Dit is redelijk lastig, want je moet de tekst eigenlijk als een grafisch element integreren in je vleugel. In dit geval de structuur van de vleugel. Ja, ik weet het nog niet. Daarom ben ik zo benieuwd naar jouw reactie. Nou, voor de kijkers van dit filmpje een kleine primeur. Ik lees het eerste couplet. Het tweede couplet, dat houden wij geheim tot het eind van het Troostproject. Maar het eerste couplet zal ik jullie voordragen namens Dirk Engelhagen. Daar komt ie. Is troost nou een gevleugeld woord? Of krijgt het vleugels omdat jij er hart en hand aan geeft? Je armen uitstrekt naar wie eenzaam is, de weg niet weet. Nou, ver voor de coronatijd heeft hij dit geschreven, want dit project heeft een best lange incubatietijd, omdat we dit, om zo maar te zeggen, zijdelings beide doen. Maar razend actueel. Krijgt het vleugels door armen, door mensen die de weg weten in jouw eenzaamheid. Of juist niet. Nou, in deze tijd natuurlijk een hot item. Ik ga er aan. Ik ga eventjes dit gezicht en dat gezicht wat ophalen en wat body geven. En het grappige is, heel vaak werk ik vanaf een foto en dat doe ik nu bewust niet. Dus ik wil eigenlijk een beetje kijken wat er gebeurt. En dat is voor mij ook best wel heel spannend. Maar voor we verder gaan kijken, ga ik even checken of jij mij kan zien. We zijn live, jij ziet het gezicht, dus op het moment als ik daar werk, dan moet jij mij kunnen zien. Nou, gaan we. Ik ga eerst het neusbeen. Het is wel fijn als je autonoom werk maakt. En dat bedoel ik mee, dus uit de zonder opdracht en uit de losse pols. Dan kan dat nog natuurlijk vol met studies zijn. Maar vaak op die momenten komt ook juist je ervaring om de hoek kijken. Ik ga ervan uit dat mijn licht komt daar vandaan. Dus ik maak hier een
een donkere kant op de oogbol. Zo. Ik zie hem natuurlijk niet helemaal dicht. Barand dicht. En ik maak aan deze kant een vrij duidelijke schaduw voor het neusbeen. Het is een verbreding. Nou, de kunst is altijd achteruit stappen. Kijken. Dus als je zelf tekent of schildert, het is 90% kijken. Van wat gebeurt er? Wat zie ik gebeuren? Nou, nu zie ik gebeuren eigenlijk dat dit oog wat gaat draaien ten opzichte van dat oog. Dus als ik dat weer bij wil nemen, dan moet ik eigenlijk zorgen dat die oogkassen zit door die iets omhoog te halen en deze. Nou moet ik gaan oppassen, zie je dat? Nou, mijn brander is weer instabiel. Ik had al in de hoop schoongemaakt. In de hoop dat ik ze weer ietsje rustiger krijg. Maar zie je, die gaat dus veel te hard. Dat is voor die ogen te kwetsbaar. Dat is voor het haar trouwens wel aardig. Ik ga eventjes met deze brander schakel ik nu van onderwerp. Omdat het donkere zijde voor het haar wel mooi is. Maar... ondanks dat dit al vrij zwaar is, wil ik dit toch nog dieper hebben. Ik ben natuurlijk al heel beperkt in mijn kleur. Ik heb hem vastgezet. Maar staat er niet vast. En daarom, omdat ik zo beperkt ben in mijn kleur, vind ik het fijn dat ik ook maximale ruimte neem van echt zwart. Dus wat ik hier ga inbranden, tegen de ontbranding aan zoals je ziet. En de lichtere tint. Liggend te houden, krijg ik een lijn. Dan kan ik sturen. Je zit een soort bijna, ik zou zeggen, een soort plooi in het hout. Om te voorkomen dat ze heel erg sluikhaar krijgt, laat ik ook nog haar van de engel achter de schouder vallen. Anders dan wordt het zo'n sluikbosje. Zo, nou, dan ga ik terug naar een zachtere brander om toch iets meer te spelen met dat gezicht. Hier mag wel iets meer bolling in. Ik kan die wel hebben. Nou, dan gaan we naar deze toe. Ik ben er nog niet uit of ik dat hoofd zo kaal wil houden. Maar ik ga eerst maar eens even... een beetje spelen wat er gebeurt.
collega die brandt met roet op een soort papier, dat hij dan weet te fixeren. En als hij als een Belg, dat is echt een mythe waard om eens te kijken. Maar die roet die geeft een soort vlam effect. Erg fraai. En die luxe die heb ik niet. Ik moet er echt elk lijntje soort zetten. Ja, ik vind het niet prettig. Ik ga hier toch echt haar in zetten. Zodat ik wat meer speelruimte krijg. Hoe harder ik de vlam erop zet, hoe meer ik in één keer een tint kan zetten. Dan maak je een beetje een knik over die schouder heen. Nou, om voor jullie een beetje dynamisch te houden, ga ik eventjes kijken naar even zorgen dat mijn brander uitgaat. Deze heeft niet veel leegbrand. Ga ik eventjes kijken naar het gezicht van een kleinere brander die ik iets beter kan afregelen. Dit is een brûlé brander. Deze brûlé brander kan je hier zo de zuurstof toevoeren. Dit wieltje. Nu krijgt hij heel weinig zuurstof en dan wordt het eigenlijk een gewone vlam. Nu krijgt hij heel veel zuurstof en gaat hij op zijn harst. Met aansteken kan het lastig zijn als hij zoveel krijgt, dan blaast hij zichzelf makkelijk uit. Maar deze die is wat duurder en is daardoor ook beter te regelen. Ik ga eens even kijken of ik iets meer... Hier zie je dat die onderlip te zwaar wordt. Die kan ik dan met een schuurpapiertje kan ik die ietsje terughalen. Dus. Dus je zou bijna zeggen, dat is een beetje mijn gum. Dat kan als het niet te veel is. Die zwarte vlek onder ik echt heel storend, dus daar ga ik een iets zwaarder hulpmiddeltje op zetten. In dit geval de schuurmachine. Dan heb ik hier een brandsticht voor zijn oog staan. Daar ga ik de tekst mee inbranden. Dat laat ik jullie zo dadelijk zien. Die moet even in de veiligheid worden gebracht. Here we go. Ga even die donkere vlek wegschuren. Jullie zien hoe kwetsbaar het is. Het kon wel eens het einde zijn van deze gravuur. Daar baal ik een beetje van, want dit is wel echt een probleem. Thank you.
zelf. Nou, je zou bijna zeggen, dat wordt een engel met een baard. Maar vooralsnog blijven we er even van af. Want nu heb je daar een bepaalde emotie bij. Dat je denkt van, ah, bah, jammer. Maar ik moet eventjes kijken wat er verder gebeurt. Dus ik ga even door met het gezicht van eigenlijk de gesteunde figuur. Of ik daar iets meer vorm in kan krijgen. Ik vind dat het neusbeen te veel doorloopt. Zo. Vanuit ga ik dit vloeiender maken. Nou, oké, dus krijgt het gezicht iets meer vorm. Hier zit heel veel kalk. Kalk geeft een extreem witte vlek. Dus dat vind ik met beoordelen daarom moeilijk worden. Dus ik ga een klein beetje de kalk van het gezicht afhalen. Kalk heeft twee functies. Het allereerste helpt het mij voor mijn plaatsbepaling. En de tweede blust het een beetje. Dus daar waar de kalklijnen staan, daar brandt die minder heftig in. Dat betekent dat die lijnen eigenlijk een klein beetje worden getemperd. Het is niet zo, was maar zo'n feest, dat kalk echt als een masker werkt. Maar het kalk heeft wel een licht blussende werking. Zo. Dus wat ik nu doe is heel voorzichtig eigenlijk het kalk uit dit gedeelte deppen. Door een vochtig padstofdoekje. Het kalk op, dat doe ik ook even hier. Er zijn wat hulplijnen die we nu beginnen te storen, nu het wat werk wat verder komt. Dus als je dan naar je werk kijkt, dan kan het een beetje vertekenen. Nou, de tweede integratie van dit werk is dat ik niet alleen beeld en tekst combineer, maar ook technieken. Je ziet het, wat ik eigenlijk doe is branden. Waardoor het hout verkleurt, maar hier teken ik. Dat is eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, het verschil tussen schilderen en tekenen. En dit eigenlijk gaat nog een stap verder, is gewoon schrijven met een brandpen. Nou, ik wil er even iets van zien, die brandpennen die heb je in talloze soorten en maten, en dat bedoel ik letterlijk. Dit zijn allerlei diverse kopjes die je op zo'n brandpen kan zetten. Hier kan je letterlijk figuren mee zetten. Maar dit is veel meer gewoon een hele dikke. Daar zit een figuurtje. Ik zocht deze. Dit is veel meer gewoon een dikke punt. Hè, die je erop kan draaien. En ik heb er nu meer een beetje een calligrafie-achtige punt op zitten. Nou, test nooit een dingetje op je hand. Maar altijd even op papier. Kijk, als die mooi verbrandt, dan is die goed heet. En wat ik ga doen is eigenlijk gewoon schrijven.
alleen in een rustig tempo. En op zo'n manier brand ik letters letterlijk als een soort brandmerk in het hout. En dit hout is hout waar je nooit 100% zeker weet hoe het reageert. Omdat een bobbel of een noesje kan maken dat het opeens sneller inbrandt. Daar ontwikkel je wel een beetje gevoel voor. Maar je ziet dat de linker dan als van nature heel strak en diep inbrandt. En deze brandt dan al wat moeilijker in. Het heeft voor een deel te maken met de temperatuur van de pen. Die gaat snel te hard. Want als ik mijn pen verplaats, laat ik eigenlijk hitte achter. En die hitte die moet hij weer opbouwen. En dus als ik te snel ga, dan komt hij ook te snel af. Is troost nou een gevleugeld woord? Wat vind jij daarvan? Is troost een gevleugeld woord? Kijk, het venijn is zelfs als je de pen onder je hand houdt, dan krijg je zo opstijgende warme lucht dat je gaat trillen als je de pen boven je hand houdt. Dat je niet zelf in de hitte zit. En daar komt het woord vleugels. Of krijgt het vleugels omdat jij... Dat is de volgende zin. Nou, dit is een lettertype wat Dirk en ik van tevoren hebben uitgekozen. Dus dit is niet mijn handschrift, voordat sommigen denken van, wat schrijft die man langzaam? Maar ik probeer daadwerkelijk zo goed en zo kwaad als het gaat. In de vorm van dat ontwerp van die typograaf te blijven. Zo, weer een eetje erbij. Ik heb jullie 30 minuten beloofd. Even kijken, we zitten inmiddels op 23 minuten. Ik doe nog één letter en dan gaan we nog eventjes een andere stap maken op de gravuur zelf. De U van vleugels. Want aan het eind van de demo op dinsdag doen we altijd even een stapje terug. En laten we even zien hoe het werk zich heeft ontwikkeld van die week daarvoor. Vorige week was ik met een van de straatkinderen uit Zuid-Afrika bezig. Zogenaamd 50-50 art. Dat werk dat maak ik van kinderen die een stuk kracht uitstralen of rust, ik zou bijna zeggen tegen de verdrukking in. En de helft van het geld gaat of naar een kinderrechtenorganisatie, GIM, of het gaat naar Stichting Table Mountain in Zuid-Afrika. Dat is altijd leuk om even terug te kijken. Hoe ver dat nu is. Deze gaat eruit. En dan branden wij er dadelijk onze handen aan. Dan breng ik even in veiligheid. Ik had net al gezegd, het is 90% kijken. Nou, als ik nu kijk, nou, dan ben ik erg ontevreden over die lip. Maar wat ik ga doen is eerst het hele portret afmaken. En dan weet ik hoe zwaar ik die lip nog moet corrigeren. Hier wordt die ook heel erg vlak. Dus dan moet ik nog even wat modelfoto's erbij zoeken van die blik zo naar boven. Deze lijn die zit me ook niet lekker, want hier valt juist licht op. En die zit hier goed, maar die is hier eigenlijk te veel. Dat is weer het gevaar van autonoom werk. En die hand, dat is wat ik nu nog even wil doen.
Dus die vingers die hebben allemaal een schaduw aan de onderzijde. Om te voorkomen dat ik daar de volgende keer de mist mee inga. Wat meer vorm in geven, die knokkels. Also heel verleidelijk om vingers soort aan elkaar te plakken, terwijl het eigenlijk maar zelden is. Je kijkt er ook vaak tussendoor. Kijk, die ping ga ik dat wel een beetje doen, maar het komt omdat hij de kleinste is. Kijk, hier zit zo'n vouw erin, terwijl ik die vingers eigenlijk wel langer wil. Dus ik ga door die vouw heen die vingers trekken. Zo. En nu krijgt die hand al veel meer ruimte. Ik vind iets te veel. Het hoeft geen realistisch werk te worden, maar nog wel een klein beetje. Een polsje inzetten. Zo. Nou, dan beloof ik je nog eventjes een blik op het werk van vorige week. Ik pak hem er eventjes bij. En dan weten jullie even hoe het is met 50-50 art van vorige week. Want daar ga ik volgende week jullie afronding van laten zien. Het grote nadeel van die grote gravuren is dat ze vrij zwaar zijn. En dan gaan we gasbusjes. Een klein randje van mijn ezel over. Ja. Zie je, dit is de gravuur van vorige week. Hier ben ik nog wat verder mee gegaan. Met het haar ben ik nog wat verder mee. En ik heb voor jullie leuk het beeld waar het naartoe gaat, de foto. En dat is niet deze, ik ga het eventjes zien. Dat is deze. Dus uiteindelijk gaat dit hem worden. Dus dan heb je het even beeld. Ja. We zijn weer in de buurt van 2:30 aangekomen. Nog even dit. Als jij zegt van, hey, ik zou het heel leuk vinden om ook een gravuur te kopen. Kijk eens op www.gravuur.nl. Je kan altijd in opdracht iets laten maken. Via huur en gravuur. Dat kost je maar een tientje per maand. En dat betaal je dan 3 jaar lang. Nou, dat is €360. En aan het eind betaal je, om hem dan definitief van jou te laten zijn, €40. En dan zit hij op €400. En dan is die van jou. Dat kan bij huurmodel. Kan je onderwijl ook wisselen. Totdat je net zo lang degene hebt. Die jij echt wil behouden, terwijl jouw spaarsysteem gaat gewoon door. Als je een opdracht geeft, is het meer een afbetalingsmodel. He, dus beide heeft huur en gravuur, backlekker. Maar bij de ene is het eigenlijk echt huur waar je kan wisselen van gravuur. En bij de andere is het eigenlijk een afbetalingsmodel. En ben je ook wel, als ik, om zo te zeggen, jouw dochter moet branden op hout, ben je ook wel verplicht, als we die overeenkomst aangaat, om hem af te nemen. Natuurlijk pas nadat je tevreden bent, maar je kan niet tijdens de afbetaling zeggen, nou nee, ja, nee, ik wil toch een andere. Dan zit ik met jouw dochtertje en dat is dan te specifiek. Nou, dat snap je natuurlijk ook wel. Open deurtje. Oké, 50-50 art en troost. Als je op troost wil reageren, kan dat naar info@kweetal.nl. En Kweetal, dat is de bekende personage uit de Bommelstrip. Op www.kweetal.nl staan alle gravuren en daar kan je ook reageren op een aantal vragen die wij over dit project hebben. Leuk dat je keek en filmpje delen mag altijd, comments altijd leuk en ik wens je een hele mooie middag verder. Dag!